In Squash Meet maak je op ludieke wijze kennis met een speler van het Nederlands team. Wie zijn ze? Wat drijft ze? En wat zijn hun guilty pleasures? In deze serie kom jij het allemaal te weten. Vandaag maak jij persoonlijk kennis met... Nou, ik ben Rowan Damming. Ik ben 17 jaar oud. Ik kom uit Den Bosch en ik train en woon in Eindhoven. Op de club Squash Time, daar train ik. Ik zou mezelf omschrijven als een hele snelle speler die veel ophaalt, snel bij de bal is. Niet super veel met de bal doet of zo, maar wel gewoon snel er is, zodat ik heel veel druk op mijn tegenstander kan houden. Conditioneel altijd wel goed. Op die manier zeg maar. Nou, ik denk dat mijn specialiteit is mijn backhand kill met slice. Ja, sommige dingen moet ik ook niet zeggen voor de camera, maar... ik weet het echt niet. Ik moet even nadenken. Die stellen we op het einde nog een keer. Ik zat op de basisschool, toen had ik een kennismakingscursus op school. Toen ben ik dus daardoor gaan squashen in de Mos, waar ik vandaan kom. Een keer meegedaan en toen vond ik het eigenlijk wel leuk. En op een gegeven moment bleek het dat ik het toernooitjes ook leuk vond. En toen ben ik op een gegeven moment naar Eindhoven gegaan op dat moment. En zo verder gegaan eigenlijk ermee. Ja, alles eraan. Er zit snelheid in, je moet kunnen schakelen. Het is een denksport. Ik vind dat wel, die aspecten die er allemaal aan zitten, die vind ik gewoon mooi. Het is gewoon een complete sport, zeg maar. Ik doe een half uurtje voor mijn wedstrijd, doe ik een warming-up met muziek aan. En dat is het eigenlijk voor de rest. Ik heb niet bepaalde rituelen of bijgeloofige dingen. Van je broer luister ik wel vaak muziek tijdens de warming-up. Zeg maar gewoon die muziek wat gewoon doorgaat, zeg maar. Waar je energie van krijgt. Ja, mijn ambitie is om echt de beste Nederlander ooit te worden. Of dat haalbaar is, dat weet ik nu natuurlijk nog niet. Dat is over een paar jaar pas zichtbaar. Sowieso PSC spelen, want ik ben ook fulltime op het moment. Dat is zeg maar mijn doel, mijn ambitie om de beste Nederlander ooit te worden. Dus Laurens is tot nu de beste ooit geweest. Die was nummer 9 van de wereld. Het zou mooi zijn als ik top 8 van de wereld haal. Natuurlijk is het een droom van iedereen om wereldkampioen te worden, nummer 1 van de wereld. Dus of dat mogelijk is, dat is nog niet te zeggen. Maar dat is wel een droom natuurlijk. Ja, heel speciaal. Het is natuurlijk altijd een moment dat je bij zo'n selectie geroepen wordt. En ik ben wel trots dat ik in het Nederlands team mag zitten. Ja, iets van toen ik mijn eerste jeugdtoernooi won. Ik had altijd als doel, zeg maar, toen ik net kleine toernooitjes begon te spelen, dat ik ooit een keer een top 3 wilde halen of zo in een buitenlands toernooi. De eerste keer dat ik won, dat was in Frankrijk. Dat was een groot toernooi voor de Europese toernooi. Nou, die won ik dus. En een week later won ik er nog één. Dat was wel echt een moment van, wow, daar ben ik echt blij mee dat het gelukt is. Ik zou, als ik later klaar ben met mijn carrière, en ik zou misschien ooit genoeg geld hebben om een eigen sportsquashcentrum te kunnen opzetten. Want nou, bij Squash Time, sowieso bij Chef, sta ik ook wel eens achter de bar, achter de receptie. En dan neem ik eigenlijk al het werk uit zijn handen. En dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Gewoon achter de bar met mensen wat buurten en gewoon een praatje maken. Daar ook wel van met mensen. Dan laten we het zeggen. Vroeger was ik wel fan van Ariana Grande dan. Zullen we het daarop houden? Nou, dan zou ik aan Naomi vragen, wat staat er op jouw bucketlist? Het antwoord op deze vraag zie jij volgende week op dit kanaal. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren, want er komen nog een aantal hele leuke video's aan. Ik kan dit toch niet serieus nemen?